Voorzitter, de oorspronkelijke gedachten van de zorgcollectiviteit zijn helaas niet goed van de grond gekomen. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar toch hebben de zorgcollectiviteiten in de huidige vorm op inhoud ook wel degelijk een positief effect. In de goede voorbeelden zie je bijvoorbeeld dat werkgevers als ook patiëntenorganisaties met de zorginhoudelijke collectiviteiten in samenwerking met de zorgverzekeraars gericht kunnen sturen in de gezondheid en vitaliteit van hun respectievelijke achterban. Een werkgever bijvoorbeeld met relatief veel rokende medewerkers of met een groter dan gemiddeld percentage werknemers met bijvoorbeeld overgewicht kan wanneer er een zorgcollectief is met voldoende deelname samen met de zorgverzekeraar een actief beleid ontwikkelen om de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan. Maar de crux zit hem natuurlijk wel in voldoende deelname. Wanneer er weinig werknemers meedoen met de geboden zorgcollectiviteit is het voor de werkgever en verzekeraar ondoenlijk om goed beleid op met name preventie in te zetten. En daar is uiteindelijk toch allemaal voor bedoeld. Veel van de kosten die hiermee gepaard gaan worden immers ook betaald uit de aanvullende verzekering van de werknemer. Wanneer deze werknemer dus elders qua aanvullende verzekering is verzekerd, zal het lastig, zo niet onmogelijk zijn om de financiering van zo'n traject op preventie rond te krijgen. Het is immers ook nog maar de vraag of er bij de verzekeraar waar de medewerker wel verzekerd is, voldoende dekking is voor preventieprogramma's of interventie. Binnen een collectieve zorgverzekering waar veel medewerkers aan deelnemen, is die financiering vaak wel te vinden. Het probleem waar verzekeraars en daarmee dus ook de collectiviteiten al langere tijd tegenaan lopen, is de achterban te stimuleren om deel te nemen aan de zorginhoudelijke ingerichte collectiviteit. En een van de belangrijkste middelen waarmee dit tot nog toe wel is bereikt, is natuurlijk toch ook de korting op de basis- en aanvullende verzekeringen. En zonder die korting zie je ook dat het lastig is om bijvoorbeeld medewerkers aan je te binden. Uit de praktijk blijkt dat verzekerden zich toch laten leiden door de premie en de eventueel geboden kortingen. Dat is een belangrijke reden waarom de laatste jaren de collectieve verzekering een dalende trend laat zien. En de internet- en de budgetpolissen bieden immers ook een veel lagere premie. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar wel zonder de extra's op bijvoorbeeld preventie die een collectief wel kan bieden. En dat zijn nu juist de zaken waar het behoud en verbeteren van de gezondheid en vitaliteit als mede het beperken van en verkorten van uitval voor werknemers en werkgevers mee zijn gediend. Bovendien, we hebben het net ook al over gehad, dat is een hoop herhaling, zorgen deze budgetpolissen ervoor dat vooral gezonde en hoogopgeleide digitale jonge mensen deze polissen afsluiten. Dus verzekerden waar de verzekeraar ook weinig kosten aan heeft, dus een lage schadelast. En dit tast ook echt de solidariteit aan op het delen van het risico. Wat gaat de minister doen aan deze niet-solidaire budgetpolissen? Willen we ervoor zorgen dat we in voldoende mate preventief in plaats van curatief kunnen ondersteunen in de gezondheid van mensen, dan zullen we toch ook wel de beschikbare mogelijkheden moeten kunnen inzetten. En daarvoor is wel een goede inhoudelijke zorgcollectiviteit met voldoende deelname belangrijk. Als er geen financiële collectiviteit, hoe gaan we er dan voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen zorginhoudelijk wel gaan participeren? En voorzitter, ik zou de minister willen vragen om te onderzoeken of 1. De korting op de zorgverzekering kan blijven voor de minima die nu bijvoorbeeld via de gemeentepolissen zijn verzekerd. 2. De werkkostenregeling, de WKR, uitgebreid kan worden voor werkgevers. Wanneer een werkgever namelijk extra ruimte krijgt en ook benut in de WKR, kan hieruit een werkgeversbijdrage op de aanvullende premie worden betaald voor de deelnemende verzekerde werknemers. En een kleine bijdrage kan al leiden tot een forse stijging van deelname aan de collectiviteit. En 3, voor alle overige collectiviteiten die zorginhoudelijk van aard zijn, doelstellingen en criteria op te stellen, zodat er ook daadwerkelijk ingezet wordt op preventie, maar ook op druk op de zorginkoop.